zou je mij kunnen helpen met het invullen van een EK-poeltje? Maar... Ja, maar ga je. Niet iedereen houdt van voetbal. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Hashtag Nieuwsgierig Reeks. Vrijdag begint het EK. En dat betekent dat het tijd is om een poeltje in te vullen. We hebben een paar honderd euro erop ingezet en ik wil winnen. Dus ik ga de mensen op straat vragen wat zij denken dat de uitslag gaat worden. Die vullen we stuk voor stuk samen in en uiteindelijk komt daar een winnaar uit. Wat verwachten we van het Nederlands elftal? Ze hebben al moeite om door de pool heen te komen. Ik vind gewoon, er wordt heel weinig gespeeld met drive, wil, plezier. Alles is een beetje gebaseerd op tikkie breed, tikkie terug en we houden boven zit. We hebben niet het beste, we sturen niet het beste weg. Maximaal kwartfinale. Maximaal kwartfinale. Halve finale. Halve finale? Ja. Dus ze redden het net niet? Net niet. Wie denk je dat gaat winnen dan? Nou, ik verwacht toch nog steeds van Duitsland. Zullen we dan gewoon een paar wedstrijden van Nederland voorspellen? Is goed. Nederland-Oekraïne, aanstaande zondag. 2-1 worden zelfs van Nederland. 2-1. Nederland-Oostenrijk dan? 0-1 wordt voor Oostenrijk. Oh, die gaan we verliezen, joh. Ja, jongen. Nou, laten we hopen van niet, maar ik vul hem wel in. Wie denkt dat er gaat winnen? Laten we Portugal doen. Portugal? Ja. Waarom Portugal? Ik heb familie in Portugal. Zullen we gewoon wat paar Portugese wedstrijden voorspellen met z'n tweetjes? Ja. Hongarije tegen Portugal. Hoeveel gaat het worden? 1-3. Portugal tegen Duitsland? 2-2. Kan jij, als je voor Portugal bent, kan je drie spelers voor Portugal opnoemen? Nee. Kan je er één op noemen? Nee, geen idee joh. Was gehoord van Cristiano? Ja. Where are you from? I'm from Greece. You're from Greece? Not, they're not participating. Have a nice day. Have a nice day. Wish you all the best. Guys. Zou je mij kunnen helpen met invullen van een EK-poeltje? Ja, maar ga je. Niet iedereen houdt van voetbal. Met alle resultaten van zojuist zijn de achtste finales bekend. Dus we zijn niet eens eerst in de pool geworden. Nee, we zijn tweede geworden en daardoor hebben we Italië geloot. Dat is een vrij zware wedstrijd. Maar ook deze keer wil ik weten, wat wordt de uitslag? Nederland speelt dus tegen Italië in de kwartfinales. Wie gaat er winnen? Nederland. Nederland wint. Ja, ja. Maar jij bent niet voor Italië? Nee, ik ben Irakees. Hoeveel wordt het? 2-0. 2-0. Italië-Nederland, 0-2. Dat betekent, jongens, we staan in de kwartfinales. Ik heb even wat voetbalintelligentie nodig van u. Die heb ik niet. Nou, dan een kleine voorspelling. Ik heb sowieso geen intelligentie. Nee? Nou ja, join the club. Welkom. Nee, u meent het niet? U heeft al intelligentie. Ja, ik heb wel intelligentie, maar niet van voetbal. Nee, oké. Okay. Waar wel van dan? Ja, van alles. Alles. Zoals? Alles. Ja, nee, daar ga ik me niet over uit. Vrouwen? Vrouwen? Heb je een goede tip? Ja, je staat alles op te nemen, dus ja, dat gaan we niet doen. Ah, maar dus wel van vrouwen? Van alles. Wat wordt Oostenrijk-Zweden? 2-0. Hoe ver gaat Nederland komen? Nederland? Ja, we staan in de kwartfinales. Ja. Maar... Hoe ver gaan we komen? Niet verder. Naar stranden. Wie gaat hem winnen dan? Duitsland. De Duitsers? Ja, natuurlijk. Nou, daar heb je wel weer verstand van. Ja. Nou, wat is er mis met Duitsers? Maar in voetbal is het oorlog, hè? Ja, en dan dat is Duitsland ons aartsrivaal, dus wij hopen niet dat Duitsland winnen. Ik ben namelijk het EK aan het voorspellen. Ja. Ik neem aan dat u heel veel EK's en WK's heeft gezien in uw leven. Tsjechië tegen Polen. Nou, dan zeg ik Polen, want die zijn best wel fanatiek. Een 3 voor Polen. En 2 voor Tsjechië. En hoe ver gaat Nederland komen? Want die staan nu onderhand met de voorspellingen al in de kwartfinales. Weet je, Nederland die kan het makkelijk 2 halen. Nederland scoort 2 keer. En Portugal? Nou, dat moet 3 keer verschillen. Ach, we gaan eruit in de kwartfinales. Ja. Mevrouw, wat doet u nou? Ja, ik heb zo'n gevoel dat het niet gaat. En we zijn aangekomen in de kwartfinales. Zeg maar, ze zeggen... Ik volg het helemaal niet. Ik volg het helemaal niet, maar het is ook nog niet echt begonnen. Oh, oké. Okay. Het is het voorspellen ervan, En dat is Spanje tegen Engeland. Ja joh. Ho ho. 3-1 voor Spanje. Er zijn flink wat voorspellingen gedaan hier in Hoofddorp. En we kunnen wel spreken van een verrassende finale. Want in de finale staat niemand minder dan Turkije tegen Portugal. Mag je wat vragen? Nou ja, we zijn aangekomen bij de finale. Nu gaat het er echt om. De spanning is hoog. Het is zondag 11 juni. Ja. Okay. Wie wint hem? Mijn eigen mening, Portugal. Portugal? Ja. De Turken gaan het net niet redden. En hoeveel wordt het? 2-1. U mag het opschrijven. Serieus? Zet hem maar neer. Ja. Wie scoort hem voor Portugal? Geen idee. 2-1 voor Portugal. Portugal
wordt dus nadat ze Europees kampioen zijn geworden in 2016 het nog een keer. Wel jammer, want ik zie dat u helemaal klaar bent voor het EK. Ja. Wat denkt u zelf dat Nederland gaat doen? Nou, kan beter, natuurlijk. Heb je dan nog een tip voor de jongens en voor meneer Frank de Boer? Ja, zet hem op. Dus ja, dat gaat gewoon verder. Speel eens een keertje met passie en strijd en wil om te winnen. Ja, ga gewoon 4-3-3 spelen. Nou jongens, zet hem op. We gaan een beetje meer samenspel. Frank doet zijn best, maar ik denk... Misschien is het goed als je je zonnebril even afzet, om je echt even aankijken. Ik denk Frank, misschien toch wat minder Ajaxide erin. Al ben ik zelf Ajaxide, maar toch wat andere keuzes maken. Ja? Wie zou eruit laten? Prim moet eruit. Maar wie komt er wel in? Ja. Ik zou het niet weten. Nee? Oké. Okay. Maar heel bedankt. Nederland ligt eruit in de kwartfinales en Portugal wint EK ten koste van Turkije. Tenminste, dat zeggen de mensen hier in Hoofddorp. Ik heb mijn geld erop ingezet. Eerlijk, ik weet niet of we wat winnen, maar stel dat we wat winnen, dan kun jij dat winnen. We geven het namelijk weg via ons Instagram. Check het even in de link van de bio. Het is het Giergastenkanaal, kan je gewoon volgen. Blijf je ook helemaal up-to-date van de nieuwe video's die er gaan komen. Dus like, abonneer en reageer. En dan zijn we er volgende week weer. Later!